De oppositie in DNA is niet te spreken over uitspraken die president Desi Bouterse onlangs gedaan heeft tijdens zijn toespraak op de recente CARICOM staatshoofden bijeenkomst in Georgetown, Guyana. In een gezamenlijk uitgegeven verklaring zeggen de oppositiepartijen met ernstige verbazing kennis te hebben genomen van de gruwelijke, onwaarachtige aantijging van president Bouterse aan hun adres. In een deel van zijn speech zou het staatshoofd de partijen ervan beschuldigd hebben alles eraan te doen om Suriname te destabiliseren door misbruik te maken van de verslechterde financieel-economische omstandigheden waar het land momenteel doorheen gaat. Ook stellen zij justitiële mechanismen in werking om onrust te scheppen onder de bevolking. De gezamenlijke oppositie vindt dat het niet door de beugel kan dat een president de interne partijpolitieke aangelegenheden van Suriname bespreekt op een internationale staatshoofdenvergadering. Daardoor kan internationaal de indruk ontstaan dat er geen eenheid is. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin vroeg vandaag in het parlement opheldering aan het staatshoofd. Van hoe hij eraan komt dat de oppositie op dit ogenblik bezig is misbruik te maken. Wij keuren dat af. Wij zeggen bij voorbaat, we keuren het af. Maar we vragen de president, hij moet niet daar buiten. Nee, maar even lid Gaidin. Nee, er is duidelijk een punt. U hebt gevraagd, u hebt wat gehoord. Wij hebben dat, ik weet dat niet. Maar u vraagt om opheldering. Toch, u vraagt om opheldering. En ik vraag, we hebben afstemming gepreekt over het vraagstuk van de EBS. Laat u ons in feite verlicht met het vraagstuk van de EBS. Ik heb u heel specifiek gevraagd. Het is een zaak die u zegt dat u hebt gehoord. U kunt u beperken om opheldering te vragen. Wat de oppositie zeker een doorn in het oog is, is de recente bejegening van de rechterlijke macht en de krijgsraad door minister Jennifer van Dijk Silos. De bewindsvrouw zou ook codes hebben geschonden op de persconferentie waar zij de presidentiële resolutie heeft behandeld, zegt het lid Mahinder Yogi. Ze zou de codes hebben doorbroken door op de persconferentie inhoudelijke informatie besproken op de comité-generaal openbaar te maken. In een brief aan president Bouterse door tussenkomst van DNA-voorzitter Jenny Simons de nodige corrigerende maatregelen te treffen en als gevolg daarvan de minister te ontlasten uit haar functie. Mijn vraag is, voorzitter, ja, dat gezien de afspraken die er zijn gemaakt in het comité-generaal en gezien de inhoud en de wijze van inhoud van de minister van Justitie en Politie op de persconferentie, welke maatregelen er getroffen zullen worden, voorzitter, tegen die minister van Justitie en Politie, voorzitter, als de persoon onder wie belangrijke instituten in het land, voorzitter, duidelijk genoeg. Bedankt. Goed, we hebben dat gehoord. Het is natuurlijk heel moeilijk om nu zo daarop in te gaan. We kunnen allemaal zeggen, we hebben gehoord wat hier is gezegd, daarbuiten, zonder daartoe directe aanwijzingen te hebben. Wat ik wel moet delen met u en met de gemeenschap is het feit dat wij hebben besloten in comité-generaal, maar ook daarna, dat de resolutie, welke in feite een integraal onderdeel heeft gevormd binnen die vergadering, dat wordt vrijgegeven. U zag en hoorde achtereenvolgend de VHP-parlementariër Mahinder Yogi en vicevoorzitter Melvin Bouva. Ze spraken vandaag in het parlement.